De Pride Month is afgelopen zaterdag officieel van start gegaan op de pier van Hotel Torarica. Pride Month wordt voor de derde keer gehouden. Daarvoor waren de activiteiten beperkt tot een week. Mitchell Siukarantsing, voorzitter van het LGBT-platform, zegt dat het doel van de Pride Month is om gedurende de maand oktober, middels diverse activiteiten, de gemeenschap bewust te maken dat het LGBT zijn normaal is. Ook dat mensen binnen deze groep niet afwijken van de gemeenschap. Siukarantsing vindt dat de regering meer moet werken aan de acceptatie en bescherming van deze groep. Allereerst vind ik dat er eindelijk vanuit de regering wetten moeten komen die ervoor zorgen dat de rechten van de LGBT'ers, of laat maar zeggen, rechten van LGBT'ers, ze zijn ook normale mensen, niet geschonden worden en dat zij ook rechten krijgen. Want vaker wordt er ook gesproken over man en vrouw, maar dan hebben ze het meer over biologische man en biologische vrouw, niet over transgender mannen of vrouwen bijvoorbeeld. Ja. De groep heeft het moeilijk omdat religie en cultuur vaker een rol daarbij spelen, omdat bepaalde religieën zeggen dat het niet mag, waardoor men een beetje vreest hoe de ouders of de samenleving daarover zou reageren. Siukarantsing geeft verder aan dat er een diversiteit is in de LGBT-gemeenschap. Gedurende de Pride Month wordt de nadruk dan ook gelegd op gelijkheid. In dat kader is afgelopen zaterdag de Matti Award uitgereikt. Want wat wij eigenlijk met dit event duidelijk proberen te maken is dat er ook diversiteit is in de LGBT-community. En die diversiteit willen we nu naar buiten brengen, want bepaalde mensen denken ook, als we over LGBT'ers denken mensen gelijk aan verwijfde gays of zo, maar het hoeft totaal niet zo te zijn. De Matti Award wordt ook uitgereikt. De Matti Award is eigenlijk, het staat voor Milestones Achieved Towards Internalizing of Institutionalizing Equality. En we reiken dan per jaar twee awards uit aan een persoon en een bedrijf die zich hebben meegeholpen om equality te krijgen, dus gelijkheid te krijgen. Dat was dus Mitchell Siukarantsing, voorzitter van het LGBT-platform, bij de openingsceremonie van Pride Month 2019 afgelopen zaterdag op de pier van Hotel Torarica. Hij, trouwens, het verslag kwam van Clyde Favri.